project wat jullie hier vandaag zien bestaat nu 3 jaar. En eigenlijk is dat een exponentiële groei. Ik heb gezegd, in de toekomst hebben we het Sportpaleis nodig om alles erin te krijgen. Nu, het succes is te verklaren gewoon omdat het zo ontzettend cool is. En als kinderen dat van elkaar zien, worden ze uitgedaagd om ook een project te doen. Dus dit jaar hebben we 65 boots. Ik heb eigenlijk een stok gemaakt voor blinden om te laten te zien of dat ze ergens dichtbij staan of dat ze ergens ver weg staan. Ik heb een programma gemaakt voor op de Astro Pi en dat is een Raspberry Pi dat op het ISS draait, International Space Station. 410 kilometer boven de grond. En wat het programma eigenlijk doet, is afbeeldingen nemen en detecteren. En hij detecteert vegetatiewolken en water. En dit is voor een wedstrijd van Astro Pi. Hallo, wij hebben eigenlijk het warm waterbad gemaakt. Zoals hier eigenlijk te zien is. Het warm waterbad is eigenlijk een bad waar rond eigenlijk isolatie- en warmtebuizen zijn geïnstalleerd. Deze zorgen ervoor dat het water in het bad warm blijft, omdat mensen er eigenlijk voor zorgen wanneer dat ze in bad gaan, zeker in de winter, dat het water warm blijft. En dat water gaat na een tijdje koud worden en dat willen we niet, omdat elke keer als er water wordt toegevoegd, is dat een soort waterverspilling en we willen waterverspilling tegengaan. Ik vind het heel fijn dat ze zelf een heel projectje in elkaar geknutseld heeft, het idee. Mijn papa heeft een beetje geholpen en ik heb ook een beetje geholpen met de tekeningen. Maar de rest, het idee komt van haar.